Pass the word to the lifeboats. Steer east, southeast. They'll be picked up by dawn.
An 18-story flat building in the flats. 18 stories high. En ook dit schip weer aan de rechtervoer, daar is 360 meter lang. En ook deze wordt weer bijgetankt. Je ziet dat het binnenvaartschip wat langs haar ligt. Zo gaan ze hier te werk. En de kale kraan aan weerszijden, dus de blauwe kraan en ook de grijze kraan in de rest van nu. Beide kranen worden op afstand bestuurd. Je moet zich voorstellen, je stel zit daar helemaal bovenin. Dan zit hij ongeveer op de rand van een flatgebouw van 24 verdiepingen hoog. Als je een schip naar beneden zou kijken. Dus de schepen die stapelen containers beneden deks en boven deks. En beneden deks staan 8 à 9 containers hoog gestapeld. En boven deks kan het ook zomaar 8 à 9 containers hoog worden gestapeld. In totaal, de container is ongeveer 2,5 meter hoog, dus kunt u zo goed als vergelijken met een verdieping. Zo dat die 18 containers heeft goed gestapeld, heeft een flat gebouw van 18 verdiepingen. Dus eigenlijk kijken we hier tegen een flat gebouw aan op het water. Uiteraard is dat niet de bedoeling voor de hoeveelheid land dat hier beschadigd maakt. Dus, het zijn zo'n 360 keer de kuip aan zand geweest. Dus 360 keer de vertrouwen in de kuip. Dan hoor ik wel eens van mensen dat één keer de kuip de vullen voldoende is.